heb daar het jaar een heleboel projecten gemaild van jongens die komen ons hier in Nederland nou over het project vertellen. Ik introduceer jullie nog wel kwijt. Dankjewel. Dus ik hoor dat er mensen zijn in de zaal die ook slangneus iemand gebruiken. Ja. Hebben jullie ooit van mijn naam gehoord? Nee. Waarschijnlijk niet. Laat ik maar eerst even wat over mezelf vertellen. Ja. Mijn naam is dus Marco Brett. Ik ben 17 jaar oud. Ik zit momenteel op 6 VWO in Amsterdam. En ik heb altijd een passie voor computers gehad. Maar ook vooral om het meeste te halen uit je apparaten. Bijvoorbeeld toen ik een PSP had, toen had ik hem binnen een paar dagen omgebouwd om eigen homebrew software op te installeren. Ik heb een Nintendo Wii en die heeft een paar maanden dienst gedaan als server zelfs bij mij thuis. En zo'n 5 jaar geleden heb ik dan mijn eerste smartphone gekregen van mijn ouders. Het was een HTC Wildfire. Niet zo'n heel rap dingetje. Het was een single core 700 MHz processor zonder een graphics processor zelfs. Maar het deed wat het moest doen. En op zich was ik er tevreden mee. Maar ik dacht van, kan ik er nog wat meer uit halen? En ik las bijvoorbeeld dat die telefoon was uitgebracht met Android 2.1 met een update naar 2.2. En toen ging ik op het internet kijken en toen zag ik dat Android 2.3 opeens was uitgekomen. En ik dacht van, nou, wanneer gaat HTC mij eens een update geven om mijn Wildfire op 2.3 te laten draaien? Maar dat kwam er dus niet. Nee, dan kan je beter niet bij HTC zijn. En toen ging ik verder op het internet zoeken van, kan ik dat er dan wel krijgen? En toen kwam ik op XDA terecht. Mensen die veel van de telefoons weten, die kennen XDA wel, een heel bekend vorm daarvoor. En ik las dus dat er iets, dat Synology moet heten, dat je daar meer Android 2.3 op die telefoon kon krijgen. Dus ik dacht, nou, laat ik het maar eens proberen. En dat zag er best wel gelikt uit. Best wel snel voor mijn telefoon. En je kon er heel veel dingen mee wijzigen. Ik heb zelfs op een gegeven moment de partitie layout veranderd. Zodat ik alle ruimte van de systeemschijf kon doorschrijven naar de datapartitie. Kon ik nog meer apps installeren en games spelen. En dat beviel wel goed. Toen ik op een gegeven moment opeens een Duitse zin tevoorschijn zag komen op de telefoon. En ik dacht van, ik heb mijn telefoon op Nederlands ingesteld. Waarom komt er opeens Duits tevoorschijn? En ik wist dus dat Synology open source was. Dus ik dacht, nou, kan ik dat ook weer even goed zetten? En van het een kwam het ander. En begon ik het hele project in Nederlands te vertalen. Dus wat jullie nu zien op jullie telefoon aan Nederlands, dat komt grotendeels van mij. Ook al heb ik natuurlijk ook andere Nederlandse vertalers. Maar zo ben ik ook doorgegroeid tot Translation Manager van Synology. Wat dus inhoudt dat ik de Nederlandse vertalingen dus coördineer. Maar er zijn ook vertalers voor Duits, Frans, Noors, andere talen. En ik zorg ervoor dat dat in de software terechtkomt. De laatste tijd ben ik wel wat minder actief. Het heeft ook vooral met school te maken. En dan heeft de Griekse vertaler overgenomen. Maar ik blijf er natuurlijk nog steeds wel bij. Want het is en blijft mijn hobby. Maar wat is Synology dan eigenlijk precies? Als je even in Linux-termen wilt blijven, dan kun je het zien als een soort van Android-distributie. Google geeft de broncode van Android vrij. Wij downloaden de broncode, maken onze eigen aanpassingen eraan en dan geven we dat uit voor andere telefoons en tablets. Daar hoort natuurlijk ook third-party software erbij. Want wat Google vrijgeeft is alleen Android dat compatible is voor hun eigen apparaten, voor de Nexus-apparaten. Als je puur Android zou proberen te draaien op een Samsung-telefoon of een LG-telefoon, dan heb je heel veel hoofdpijn aan. We voegen ook extra functies toe. Een van de dingen bijvoorbeeld wat ik erg leuk vond in de gingerbread versie van Synology Mod waren deze notificatie widgets. Dan kon je dus heel makkelijk wifi uitzetten of mobiele data en dat bestond standaard niet in Android 2.3. Je hebt bijvoorbeeld ook Privacy Guard waarmee je bepaalde permissies van apps kunt blokkeren en dan kan je dat handmatig per app instellen. En nog veel meer andere functies, dat kun je allemaal wel opzoeken. Maar een van de redenen van mij om Synology Mod te kiezen was ook omdat je de nieuwste Android-versie kon draaien die er beschikbaar was. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar deze telefoon, het is een Samsung, en dat draait dus op TouchWiz. Fabrikanten voegen hun eigen schillen toe, HTC heeft Sense, Samsung heeft dus TouchWiz en Huawei heeft Emotion User Interface of iets dergelijks.
En je merkt dat dat best wel zwaar is voor je telefoon. En als je dan een pure Android ROM erop zet, dan merk je wel dat het veel meer, dat het ook soms vlotter gaat. Maar het is ook een ander thema. En ja, sommige mensen houden van touchless, sommige haten het. Dus de meeste mensen houden wel van de clean interface die Google biedt. Maar laten we even een kijkje nemen naar hoe de software daadwerkelijk in elkaar is opgebouwd. Dus hier heb je een diagram van hoe de broncode, waar alles op gebaseerd is. In het midden heb je het zogenaamde AOSP. Dat staat voor het Android Open Source Project. Dat is zeg maar het project dat het open source gedeelte van Android beheert. Dat wordt dan meestal geregeld door de Open Handset Alliance. Ja, dat is zeg maar een alliantie en vereniging van allerlei bedrijven die te maken hebben met Android. Google is wel de grootste speler hierin. De Git repositories, de broncode van AOSP wordt bijvoorbeeld gewoon gehost op de servers van Google. Maar er zijn heel veel bedrijven aangesloten aan die alliantie. De telefoonmakers, de tabletmakers, maar ook de providers natuurlijk. De mobile operators hier in het diagram, want die telefoons draaien daar natuurlijk op. De bedrijven die de hardware voor maken, ARM, Intel. Ook Qualcomm die hier in het diagram staat en natuurlijk software companies, want Android is ook voornamelijk software. Maar dan heb je dus puur AOSP en wat ik net al zei, dat is er alleen op gericht om Android te kunnen draaien op de telefoons die Google uitbrengt, dus de Nexus devices. Als je dan als je AOSP dan probeert te draaien op je telefoon, dan heb je ook nog heel veel andere software nodig. Drivers om alles werkend te krijgen, etc. En we weten allemaal dat de Linux-kernel is vrijgegeven onder de GPL. Dus dat houdt in dat de fabrikanten de wijzigingen die ze aan de kernels aanbrengen, moeten vrijgeven. En dat gebeurt ook regelmatig. Zij hebben dus aparte open source programma's waar je gewoon vanaf de website de promcode kunt downloaden. Dat kun je voor het algemeen van de westerse fabrikanten wel verwachten. En sommige fabrikanten gaan zelfs verder. Sony bijvoorbeeld, die heeft gewoon die files configuration files uitgegeven, zodat je gewoon AOSP kunt downloaden en de kernel van Sony en de device config. En dan kun je gewoon zelf AOSP compilen voor je Sony device. Dan kan je meteen ook installeren en dan werkt het gewoon. Maar dat doen niet alle fabrikanten. En stel dat je fabrikant dat niet doet, dan moet je dus ergens drivers vandaan halen. En veel Android-apparaten die hebben een system on a chip van Qualcomm, de MSM boards. En Qualcomm die doet gelukkig ook heel veel aan open source. En zij hebben bijvoorbeeld via het zogenaamde Code Aurora Forum heel veel drivers en code vrijgegeven om hun hardware werkend te krijgen op AOSP. Dus al die custom ROMs die je aan de rechterkant ziet in het groen, die halen dus hun code ook daarvan om ervoor te zorgen dat die code van AOSP op hun telefoons kan runnen. En dan heb je nog daarnaast wat kleinere zijprojecten. Ik weet niet of iemand van Linaro heeft gehoord. Leuk maar niet. Dat is een project wat probeert om Linux op ARM-processoren zelf te kunnen draaien. En wat je dan voornamelijk moet kijken zijn compiler-optimalisaties. Dus zij kijken voornamelijk naar de compiler-flags die worden toegepast. Ze hebben Android Web bijvoorbeeld, Gingerbread met GCC 4.2 gecompileerd, C gedeelte dan van Android natuurlijk. En Linaro had toen al GCC 4.7 in mijn hoofd geschikt ervoor gemaakt, zodat het dan uiteindelijk sneller zou worden. En zoals ik net zei, aan de rechterkant zie je dus in het groen een aantal custom ROMs, wat je dus ook kan zien als een soort van Android distributies. En net zoals bij Linux distributies, er is gewoon heel veel keuze wat je doet. Is in dat rechterrijtje zou daar ook replicant kunnen stellen? Ja, dat zou je wel bij kunnen voegen. Ik heb wel dat is goed, dan weet ik waar ik moet plaatsen. Dankjewel. Ik denk niet dat iedereen weet wat een replicant is. Of replicant. Ik heb wel van de naam gehoord, maar verder weet ik er niet zoveel meer van. Hij schijnt nog wat vrij te zijn, nog transparanter dan Cyanide Mode. In het schema zijn de pijltjes niet zo goed te zien, maar moet ik hieruit opmaken dat Linaro en al die groene ROMs ook zijn?
Sorry? De pijltjes zijn niet zo goed gezien. Nee, zeg maar, hier is zit. Ik weet niet. Dit is zeg maar het centrale punt waar alle custom ROMs hun code vandaan halen. Dus al die, die blauwe. Dit gedeelte, zeg maar, dat zijn de bedrijven die, die de software schrijven en die de code opsturen. Dat komt allemaal hier in het rode gedeelte terecht, in het midden. En dat is alles wat de groene custom ROMs gebruiken. Dus dit is zeg maar de bronnen waar iedereen zijn software, zijn code vandaan haalt. En natuurlijk ontwikkelt Sanojima natuurlijk ook eigen software, eigen functies. En is er bijvoorbeeld ook een eigen muziekapp die Apollo heet. En ook een aangepaste launcher. Dus de app launcher waar je gewoon je apps kunt, vanaf kunt opstarten. Dit is Gerrit Coverview, of Gerrit, als je het op zijn Engels wilt uitspreken. Dit is dus de plaats waar iedereen voor SignRoomot patches kunt indienen. Hier worden ze allemaal bekeken door de maintainers, door de admins. En als ze goed genoeg zijn, dan worden ze natuurlijk doorgevoerd. Het heeft dus inderdaad een Nederlandse naam. En nou, daar zit een lang verhaal achter, is niet zo heel interessant. Maar dit review systeem wordt ook gebruikt door het ASP om Android te managen. Dus praktisch elke custom ROM gebruikt deze software om Android, de Android-broncode te managen. En dat komt omdat de Android-broncode niet in één plaats zit, maar verspreid over meerdere repositories. Zijn er hier zijn er mensen die niet bekend zijn met Git? Oké, dat is mooi. Dus ze worden allemaal gemanaged met de repo-tool. Daarvan is er één main repository. Dat staat, en dan staat in XML-bestand beschreven welke repositories nodig zijn, waar je ze kunt vinden en in welke plaats je ze moet downloaden, zodat je gewoon de broncode kunt compileren op je Linux-apparaat. Stel je bent een ontwikkelaar en je wilt proberen om SignRoomot of weet ik veel wat voor andere custom ASP gebaseerde ROM te porten naar je apparaat. Dan moet je dus voorstellen dat fabrikanten dat eigenlijk niet willen, maar het is toch wel mogelijk. Want er is gewoon een systeempartitie op je telefoon, op je tablet, wat je wilt, en die kan gewijzigd worden. Natuurlijk niet direct, maar er zijn wel een paar verborgen opstartmodussen te vinden in een Android-telefoon. Dus laten we even kijken naar hoe dat precies zit met de start-up van een Android-apparaat. Elk Android-apparaat bevat eigenlijk twee boot-partities, namelijk op de boot-partitie en op de recovery-partitie. En daarnaast heb je nog een speciale bootloader menu waar je vaak wel in terecht kunt komen. Dus de boot-partitie is eigenlijk de partitie waar de Linux-kernel staat, die gebruikt wordt om normaal Android op te starten. Dus de systeembestanden die staan gewoon op de system-partitie. De configuratie staat dan op de datapartitie. En alleen de vereiste partities worden daar gemount. En natuurlijk alleen lezen, tenzij je het nodig hebt om erna te schrijven. En HTC-apparaten, de nieuwste in ieder geval, die staan er dan bekend om dat je, als je root hebt op een telefoon, dat je dan wel de systeempartitie kunt remounten als schrijfbaar. Maar als je dan iets verandert aan de systeempartitie en je start hem opnieuw op, dan wordt alles ongedaan gemaakt. Dus dat is een extra feature die ze in de kernel hebben toegevoegd. Dus in theorie zou je de systeempartitie vanuit normaal Android kunnen wijzigen, maar soms worden die wijzigingen teniet gedaan. Dan heb je nog een tweede modus, dat wordt gewoon de recovery genoemd. En die recovery is een soort van mini Android-omgeving. Er is geen grafische interface. Alle benodigde bestanden staat gewoon op de recovery-partitie. Er zijn geen andere partities nodig. En in principe kun je gewoon alle partities als beschrijfbaar mounten. En in de meeste gevallen, als de bootloader toestaat dat je de recovery kunt wijzigen, dan kun je vanuit de recovery ook gewoon alle partities wijzigen. Dan heb je verder geen restricties zoals HTC had opgelegd. Natuurlijk heb je dan ook de bootloader menu. En heel veel apparaten hebben dan
Via het bootloader menu kun je dan in heel veel apparaten komen in de zogenaamde fast boot of download mode. En in principe zorgt het ervoor dat je telefoon in bepaalde modus wordt gezet. En dat je dan met een USB-kabel je telefoon met je laptop kunt verbinden. En dan kun je met speciale software images er naartoe schrijven en systeempartities of andere partities flashen. Het enige nadeel is wel dat de bootloader hem toestaat. Vaak is dat niet het geval. En je hebt een computer bij de hand nodig. Dus stel dat je heel snel even een nieuwe systeem erop wilt installeren, dan is de enige methode eigenlijk om dat via de recovery te doen. Dat is de plaats waar je zo weinig mogelijk last hebt van restricties. En dit is dus een afbeelding van de recovery software die in standaard OSP is te vinden. En je ziet dat dat erg basaal is. Je kan alleen maar een factory reset uitvoeren en een update installeren, maar dat is natuurlijk alleen voor fabrikanten weggelegd. En ja, je kunt hem herstarten. Maar gelukkig is ASP gewoon openbaar, de broncode ervan. Dus wat gebeurt er? Er wordt custom recovery software geschreven. En hier zie je dus twee hele grote spelers in de custom recovery software markt. TWRP, die Win Recovery Project, en CWM. Recovery, dat wordt standaard meegeleverd als Cyber Tool. En de belangrijkste twee functies die ze hebben, zijn het installeren van flashable SIP packages en backup en restore functionaliteit. Ja? Ik dacht dat CLGen ook bezig was met zijn eigen recovery software. Ja, klopt. Er is dus ook, dat had ik laatst al gelezen, dat er ook nog een simpele recovery software is. Ik moet toegeven dat ik al lang geen CyanogenMod meer heb gedraaid en dat ik daardoor een beetje, dat ik daar niet meer zoveel ervaring meer mee heb. Maar de ontwikkelaar van CyanogenMod Recovery is gestopt bij CyanogenMod. Dus vandaar dat ze dus in die hoek bezig proberen te zijn. Maar wat CyanogenMod wil is dat je gewoon een simpele recovery hebt waarmee je dus CyanogenMod op disk kunt flashen en dus nog backups kunt maken. En dan is er het TWRP project gekomen als je meer geavanceerdere dingen wilt doen. Dus, dit is bijvoorbeeld een touch interface, dat kan met CyanogenMod ook, maar dat hoeft niet per se. En dat touch is natuurlijk wel weer wel iets extra's en CWM is dan lekker basaal als je dat wilt. Maar je hebt dus een backup en restore functionaliteit en sommige mensen die installeren alleen maar een custom recovery op hun telefoon zodat je dus je volledige telefoon kan backuppen. Dat het gewoon een image maakt van al je partities zodat je dat makkelijk kunt herstellen wanneer dat nodig is. En daarnaast heb je dus ook installatiefunctionaliteit. Custom ROMs worden altijd vrijgegeven in een zip package en dan bevatten dus de bestanden die je nodig hebt om te flashen en een updated binary en een updated script. De updated binary bevat de functies die je nodig hebt en de script gebruikt natuurlijk die functies. En dan kun je je voorstellen dat dat functies zijn om bestanden weg te schrijven of te verwijderen. Maar ook verificatiemogelijkheden. Dus bijvoorbeeld de apparaatnaam, de codenaam moet gelijk zijn aan Hubble de Pub. De bootloader versie moet hoog genoeg zijn of juist laag genoeg. Dat soort dingen kun je dan allemaal regelen zodat mensen niet hun telefoon overhoop halen. En dan heb je een custom recovery software op je telefoon zitten en dan, dan heb je dus het spel van trial and error om te proberen je custom ROM werkend te krijgen. En dan, ja, probeer je dus op te zoeken hoe de hardware nou in je telefoon in elkaar steekt en probeer steeds maar weer nieuwe drivers te vinden om ervoor te zorgen dat alles werkt. En dan heb je dus drie stappen eigenlijk als je een telefoon boot. Dan heb je dus een splash image wat ze noemen en dan heb je eigenlijk alleen maar een statische telefoon, een statische afbeelding op je telefoon. Je kan wel even de telefoon afzetten om die opstarten te laten zien. Als je daaruit bent gekomen, dan zit het waarschijnlijk wel goed met een kernel en dan kom je in de boot animation terecht. En dat is meer een loop van allerlei afbeeldingen die je te zien krijgt. Dus als ik nu even mijn telefoon opstart. Nog langer ingedrukt houden. Dan zie je dus hier de splash image staan. En dan wordt dus de kernel geladen en het root file system gemount.
En in het root file system zit dan een binary dat init heet. En init, ja, dat is dus een programma dat dit is een boot-animatie. Die voert dan alles uit wat in twee scripts staat, voornamelijk in init.rc, maar er zijn ook, je kunt vanuit init.rc ook andere configuratie scripts aanroepen. En vaak is dat dan init. De codenaam van het apparaat.rc. Daar worden de andere partities gemount, de systeemdata en de SD-kaart enzovoorts. De Dalvik virtuele machine wordt gestart. Systeemservices worden opgestart en ook de core apps, bijvoorbeeld telefonie, zodat je gewoon je Android-apparaat, zodat je daarmee kunt bellen en andere Google-zaken bijvoorbeeld. En als alles dan werkt, dan kom je in het pin-unlock screen terecht. Als je dan een pinlock hebt ingesteld en dat heeft dan de technische naam de keyguard. Dus dat is alles wat met het vergrendelen van je telefoon te maken heeft. En als dat alles gelukt is, dan kom je in de default in je launcher terecht en dan werkt het als het goed is. Natuurlijk heb je dan ook wel vaak dat wifi bijvoorbeeld niet werkt, of geluid, of dat het heel lastig gaat met video's afspelen bijvoorbeeld. Hardware acceleratie is iets wat vaak pas later wordt toegevoegd of wordt ondersteund. Vooral de camera. De camera is vaak een van de laatste features die geschikt worden gemaakt, omdat het niet echt een primaire functie is van een telefoon. En met primaire functie bedoel ik dan wel bellen en helaas ook wel internet hebben. Want ja, anders kun je niet naar de Play Store enzovoorts. Maar het is wel een van de lastigste dingen om het voor elkaar te krijgen. Ook filmen bijvoorbeeld. Ik had op XCA bijvoorbeeld een topic gelezen en toen was er zeg maar een zin van je weet dat je geroepen bent als, en dan moest je die zin aanvullen. En één iemand die had dan gezegd, je weet dat je geroepen bent als je ziet dat je kind zijn eerste stapjes maakt, voor het eerst loopt, je telefoon pakt en dan merkt dat de camera niet werkt omdat je zakken. Ja, dat is het harde leven. En CyberMod is eigenlijk gestart vanaf de allereerste versies van Android, beginnend met Cupcake. De meest populaire is eigenlijk wel CyberMod 7. Als je kijkt naar de downloadwebsite van CyberMod, dan kun je alleen maar beelds vinden van CyberMod 7 tot en met 12 in dit geval. Want een paar dagen geleden volgens mij zijn die eerste beelds voor Android 5.0 al uitgerold. En als je zeg maar kijkt naar de ondersteunende apparaten, dan zijn er op dit moment zo'n 220 apparaten uit mijn hoofd die officieel ondersteund worden. Dus dan hebben ze minimaal een Gingerbread beeld beschikbaar die ook stabiel is en die gewoon goed functioneert. En voor KitKat is dat, dacht ik, iets minder dan de helft ongeveer. Dus zo'n 100 apparaten hebben KitKat beelds. En er zijn heel veel Android-updates geweest en die brengen ook heel veel verbeteringen met zich mee. Android 4 bijvoorbeeld, dat bracht de Holo-interface met zich mee en nu hebben we te maken met Material Design dat overal wordt geïmplementeerd door Google. Het aantal apparaten waar het op gedraaid wordt, wordt ook steeds uitgebreid van telefoons naar tablets, zelfs phablets. Ik weet niet of er mensen zijn met een phablet. Ik heb er persoonlijk niks mee. Ik vind dit scherm al goed genoeg eigenlijk. Maar goed, voor ieder wat wils natuurlijk. Android TV is er ook al. Watches, gisteren of zo, dacht ik, was zelfs de SDK voor Android Auto vrijgegeven. Dus dat wordt ook lekker allemaal uitgebreid. Maar ook op het gebied van security is er veel veranderd. Vanaf Android 3.0 kun je de data partitie encrypten en vanaf Lollipop is dat zelf standaard ingeschakeld. Dus dan kan je gewoon niet omheen. ASLR is beschikbaar gemaakt voor Android 4.0, maar ik denk dat jullie daar meer over kunnen vertellen dan ik. SE Linux, zijn er mensen die daar niet bekend mee zijn? Daar nam ik al aan in de vorige presentatie over security, over Linux security werd daar ook al wat over gezegd. Maar de ondersteuning daarvoor is beschikbaar vanaf Android 4.1 en in Android 4.3 is dat standaard ingeschakeld. En in CyberMod was dat
is dat volgens mij vanaf Android 4.2 al voor sommige apparaten in ieder geval ingeschakeld. En in Android 4.2 begon Google ook al een virusscanner mee te leveren, App Verification. En dat houdt dus in dat als je een APK sideload, dus als je een APK buitenom de Play Store probeert te installeren, dan heb je de mogelijkheid om te controleren of het kwaadaardige software is, of je niet malware installeert. En het is dus ook mogelijk dat je telefoon weigert om een APK te installeren. In ieder geval als je die functie hebt ingeschakeld. Dat zijn dus heel veel verbeteringen, maar alsnog is het grootste probleem van Android nog steeds de fragmentatie. Omdat Android-fabrikanten niet erg handig zijn om updates uit te geven voor hun telefoons. En dan voornamelijk voor de oude telefoons. Want zij willen gewoon geld blijven verdienen door consumenten die steeds hun telefoons upgraden. Dit is een afbeelding die ik heb genomen van Wikipedia. En dan zie je dus hoe groot de verhouding is, hoe de verhoudingen lopen tussen al die Android-versies. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar 2012, hier wordt dus Android 4.1, de eerste versie van Jelly Bean, gereleased. Dan is Android 4.0 ICS al een tijdje vrijgegeven. Maar dan zie je dus dat het aandeel van Gingerbread nog steeds enorm is. En dat is dus funest voor ontwikkelaars, want zij kunnen dus eigenlijk niet gebruik maken van de nieuwe API's die Ascript Sanctuary en Jelly Bean biedt. Maar het betekent ook dat deze mensen te maken zullen hebben met verouderde besturingssystemen. En dus ook bijvoorbeeld, en die dus ook kwetsbaar zijn voor aanvallen. Als je ziet dat in elke Android versie de libraries wel geüpdate worden, die XML bijvoorbeeld wordt heel veel gebruikt. Dan zie je dus dat deze mensen gewoon vatbaar zijn voor aanvallen van buitenaf. En ja. Daar probeert Google ook een stokje voor te steken om te zorgen dat het platform wel uniform blijft en ook wel veilig. En daar hebben ze een soort van een oplossing voor gevonden. Voor het eerste probleem dat de API's niet beschikbaar zijn, hebben ze een zogenaamde support library uitgegeven. Dat is dus een library die je toevoegt aan je eigen app. En dan kun je als het ware de API's in dat bibliotheek aanroepen. Dan leun je dus niet op de functie die het besturingssysteem zelf biedt, maar dan leun je gewoon op de bibliotheek zelf. Zo kun je dus heel veel erg belangrijke API's gewoon gebruiken. Bijvoorbeeld als je de holo-interface wilt implementeren, dan kan je dus ook gewoon de holo-interface gebruiken op Android 2.2 bijvoorbeeld. Nu zijn er dus ook wel projecten die verder gaan en die dus ondersteuning bieden voor nog meer of nog lagere Android versies. Maar in ieder geval is dit wat Google de ontwikkelaars aanbiedt. Daarnaast heb je ook het fenomeen dat veel standaard apps van Android worden vrijgegeven in de Play Store. De muziekapp bijvoorbeeld is sinds Android 2.3 in AOSP nauwelijks geüpdate. En dat komt gewoon omdat het vervangen wordt door de Play Music app van Google. Dan heb je ook nog de Videos app van Google. Dan heb je ook nog de Google Keyboard app te vinden in de Play Store. Google Camera is ook onlangs, dacht ik, vrijgegeven. Dat zijn dus allemaal zaken die uit AOSP worden gehaald en in de Play Store worden gezet. Want dan kunnen gebruikers bij de nieuwste functies komen. En dus ook bij de nieuwste security updates. Daarnaast heb je ook nog de Play Services app, die wordt standaard meegeleverd op alle apparaten die goedgekeurd zijn door Google. En die bevatten dus de Google API's, dus locatiegebaseerde API's bijvoorbeeld. Of als je een post wilt maken voor Google Plus, of dat je Maps functionaliteit wilt gebruiken in je eigen app, dan roep je die functies aan via de Play Services app. Maar wat je ook ziet is dat nieuwe security features in die app geïntroduceerd worden. Ik wist bijvoorbeeld dat die Verify Apps functionaliteit beschikbaar was gemaakt in Android 4.2. En toen ging ik op de telefoon van mijn moeder, die draait Android 2.2, een app installeren. En toen zag ik opeens dat die ook apps kon verifiëren. Ik dacht, hoe kan dat nou? Er zit toch geen Android 4.2 op? En dan zie je dus dat het gewoon via Play Services wordt afgehandeld, zodat het platform toch nog wel een stukje veiliger wordt.
Dat betekent dan niet dat, het, dat mijn moeders telefoon opeens dezelfde, op hetzelfde niveau van security zit als deze die op KitKat draait. Maar het is wel een enorme stap in de goede richting als je dat vergelijkt met de oude tijden van Android 2. De consequenties daarvan zijn wel dat Android dus steeds meer naar Google neigt. De Play Store begint steeds belangrijker te worden. Bijvoorbeeld de Play Services. Dat zijn allemaal onderdelen die Google toevoegt. En dat zijn dus ook de onderdelen die closed source zijn. De muziekapp bijvoorbeeld. Apollo is die van Scientology Mod. En dat is er gewoon gekomen omdat de muziekapp ook sinds Android 2.3 niet meer wordt bijgewerkt in OSP dan wel te verstaan. Want de Play Music app die bestaat er nog steeds en die wordt ook constant geüpdate. Zo zie je dus dat er steeds meer delen van OSP verschuiven naar de Google kant. En voor open source projecten, voor custom ROMs die gebaseerd zijn op OSP, is dat een belangrijk nadeel. Want dan kunnen we niet meer diezelfde apps gebruiken. En wat er dus nu gebeurt, is zelf ontwikkelen. Om het wel open source te houden, om het wel open source beschikbaar te kunnen maken. En dat mensen dus nog steeds open source software kunnen gebruiken. En natuurlijk is Google het bedrijf dat heel veel aan open source doet, maar het is ook een commercieel bedrijf, het wil ook geld verdienen. En dus proberen ze daar een mix in te vinden. En nou ja, hopelijk kunnen wij daar een beetje tegenwicht in brengen. En dat was mijn presentatie, als er nog vragen zijn. In deze kwam die vrij, je gebruikt, heb je een Linux machine nodig om te compileren? Ja, in ieder geval een Unix computer, dat kan ook op een Mac. Maar het handigste is wel op een Mac of een Linux PC. Volgens mij zou het in theorie ook op een Windows PC kunnen, maar dat heb ik zelf nog nooit geprobeerd. Oké, dank je. Ja? Mozilla OS, wat is daar jouw... Mozilla OS. Even een slokje water. Laten we zeggen, het mobiele besturingssysteem van Firefox. Dat is natuurlijk. Het belangrijkste van Android was natuurlijk dat er nog een open markt lag. Natuurlijk was de iPhone er, maar Android was beschikbaar voor iedereen. Iedereen kon het gebruiken en veel fabrikanten hebben dat overgenomen. En daarom heeft Android zo'n belangrijke positie uiteindelijk gekregen. Als Firefox dan zich ook in die markt wil brengen, dan moet het wel een iets hebben om zeg maar te zeggen van ik ben belangrijk, gebruik mij. En dat mis ik in ieder geval een beetje in Mozilla's visie. Het kan best wel een goed besturingssysteem zijn, het is volgens mij helemaal webgebaseerd. Het is dus in theorie wel makkelijker voor ontwikkelaars om daar verder mee te gaan. Het is makkelijker dan Java leren, neem ik aan, vind ik tenminste. Dus dat is misschien wel een belangrijk voordeel, maar zou je ook een Mozilla-telefoon willen kopen? Dat is denk ik de grootste vraag. Als er geen WhatsApp is, nou, dan heeft het geen zin voor de meeste mensen. Als er geen Facebook is, nou, je kan er wel Facebook.com, maar sommige mensen houden toch liever van native apps. Dus Mozilla moet het wel waar kunnen maken. Op zich is het natuurlijk goed dat er concurrentie is. Als je alleen maar twee besturingssystemen hebt dat steeds met elkaar vechten, ja, dan heb je ook niet zoveel aan. Misschien dat Mozilla een nieuwe frisse wind kan brengen of het mobiele besturingssysteem van Ubuntu dat er ook aan begint te komen. En dat persoonlijk vind ik dat wel een heel goed concept, dat je dus je telefoon, je Ubuntu-telefoon kan aansluiten op een groot scherm en dat het opeens een computer wordt. Dat is natuurlijk prachtig om te zien, maar helaas heeft... Als je het marktaandeel van Ubuntu kijkt in de hele PC-markt, dan is dat helaas... een beetje aan de lage kant. Dus het kan misschien wel zo goed zijn, maar de normale mens die moet dat ook net zo goed vinden. En ik denk dat het daar een beetje aan schiet.
eerst en vooral bedankt voor al uw contributies. Er wordt veel te weinig gedaan. Dus. Aan de andere kant, ik was heel tevreden van Cielo Gemot, omdat mijn gsm, ik had de Google Nexus, de oude Galaxy Nexus, was niet meer ondersteund. En toen ik naar een nieuwe telefoon ging zoeken, wilde ik eigenlijk daar Cielo Gemot op hebben met al zijn features. Dus dat is al een heel ander gedachteproces dan nu. De meeste van mijn collega's die wilden de Nexus kopen, omdat die dan de laatste versies krijgt. Maar ik wil eigenlijk al meteen een telefoon waar ik Cielo Gemot kan opdraaien. En dan ben ik uitgekomen op de OnePlus One. Die geleverd wordt met een CyanogenMod op. Dus ik moet zelfs al niet meer de moeite doen om te routen. Ik heb het toch gedaan om te kunnen experimenteren, maar eigenlijk hoeft het al niet meer. Er staat hier vaak een CyanogenMod, dus die is zeker gesupporteerd door CyanogenMod. En die zal ook blijvend gesupporteerd zijn. Dus als er mensen. Het is wel een fabulous, vrees ik, of ik weet niet wat ook onder de definitie valt. Het is kleiner als een. Ik kan er goed mee slaan. Ik vind het handig omdat een grotere scherm gemakkelijk om te lezen is en het past nog perfect in het. Ze zijn kleiner, smaller en ze hebben een grote. Grote nee, dat was ook fijn. Maar deze gaat 3 dagen mee. Deze gaat 3 dagen mee. Als ik hier niks mee doe, dan doet hij het ook 10 dagen. Ja. Dus, er zijn inderdaad een aantal apparaten die standaard zijn om te draaien. En er is dus ook. Er is dus ook een bedrijf opgericht. En dan heb je dus een bedrijf in het midden en dat kijkt dus zeg maar naar commerciële diensten dus om CyanogenMod op telefoon standaard geïnstalleerd te krijgen. En eromheen heb je dan de CyanogenMod project en dan bestaan dus uit vrijwilligers. Dus wat ik dan nog even wil zeggen is dat ik een van die vrijwilligers ben. Als er nu meer mensen CyanogenMod gaan gebruiken, dan ben ik dood, zeg ik. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn. Zijn er eigenlijk mensen die nu geïnteresseerd zijn om CyanogenMod te krijgen op een telefoon? Ik heb een oude telefoon en hij doet nog steeds. En onderweg word ik zonder, dus ik heb ook een CyanogenMod gebruikt. Alleen hoe krijg ik dan aan naar mijn SD-kaart, wat je dus in het begin van de presentatie zei, dat ik daar mijn apps op kan draaien. Dus als ik nu niet op in ga, maar ik wil graag die vraag om in die oude stellen. Op zich hoef je daar ook niet per se CyanogenMod voor te draaien, maar er zijn. Er zijn er wel programma's die bijvoorbeeld een aparte X4-partitie creëren op de SD-kaart en dat gesimlinkt wordt met de datapartitie een simlink wordt gemaakt naar /data/app, zodat alle app-bestanden daarin terechtkomen. Dat is wel een beetje hackwerk, vandaar dat ik ook zelf voor mijn oude telefoon de keuze had gemaakt om de partitielayout te wijzigen. Zodat ik gewoon de systempartitie kan shrinken tot het minimum en dat data dan heel groot wordt. Maar dat is niet voor alle telefoons weggelegd, helaas. Je zou dus het beste, als je dan meer ruimte wilt vrijmaken voor apps door je SD-kaart te benutten, dan zou je wel iets in die richting moeten zoeken. Maar dat hoeft ook niet per se met CyanogenMod te gebeuren. Dat kan vaak ook wel met de stok. Ja, vraag. Je vroeg aan de publiek, je wil een CyanogenMod gaan draaien. Dat wil ik. Nou, dat is mooi, nog gebruiken we. Met behoud van configuratie. Dat is wel een lastig. Want dat gaat, met Titanium Backup gaat dat heel goed. Ik zet altijd al mijn data ook terug. Ik kies welke apps voor mij belangrijk zijn op dat vlak, maar ik heb altijd alles kunnen toestellen. Ja, maar toch is er wel, kan je een kanttekening bij plaatsen, want het is bij sommige mensen wel eens gebeurd dat ze dus via Titanium Backup een backup maken en dan proberen ze dat terug te zetten op een CyanogenMod en dan kan het soms wel misgaan. Want, ja. Je moet heel voorzichtig zijn, je moet niet alles terugzetten, je moet kiezen van welke app je data wilt terugzetten en dan verifiëren, dat is een feit. En ik moet bijvoorbeeld zelf bekennen dat ik hier nog geen CyanogenMod op heb geïnstalleerd, maar dat komt om. En het is een nieuwe telefoon en ik heb het een beetje druk gehad met school en dit voorbereiden. En ik wil me nog even inlezen, maar ik ben hem dus nu gewoon aan het gebruiken. Dat betekent dus dat ik nu weer backups moet maken om dat allemaal te herstellen. Dat kan nog wel werk zijn, maar je leert ook heel veel van je telefoon. En dat is voor sommigen ook wel werk.
Het is het gemakkelijkste van te doen als je juist gekocht hebt natuurlijk. Dus je dan toch moet migreren, meteen de XML niet snel een chatbot opzetten. En dat was... Dat is meestal wel het makkelijkste. Maar ja, het grootste nadeel, en dat geldt misschien minder voor Europese landen, is dat je dan wel je garantie kwijt bent. En... Dus niet voor de one plus one. Nee, gelukkig niet voor de one plus one. Dat is een belangrijke reden voor mij om te zeggen... Maar ja, het is dus mogelijk dat als je Sunroom erop hebt geïnstalleerd, dat je dan problemen krijgt als weet ik veel, een volumeknop loslaat. Maar volgens mij is dat iets minder strikt in Europese landen en in Nederland. Maar ik moet zeggen, dat heb ik nog niet zelf ervaren. Ik heb nog nooit de telefoon gestuurd. We gaan verder met de pauze. Na 4 uur zijn we terug. Mochten er mensen interesse hebben om meer van dit soort...